Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Mijn naam is Fidi Jood en ik wil iedereen een fantastisch en geweldig nieuw jaar wensen. Helemaal deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. Ik ben een diehard fan, een echte fanboy. En ik las recent in een interview dat burgemeester Halsema helemaal niks kan doen op Oudejaarsavond. Want ze is feitelijk gewoon in functie. En als er iets heel rampzaligs gebeurt, dan is het de bedoeling dat zij beschikbaar en bereikbaar, et cetera, et cetera is. Dus ze zei, ja, god, ja, echt champagne drinken kan ik niet. En ze zei, wat ik ga proberen is om naar de kerstbomenverbranding in het Florapark een beetje te kijken. Ja, dat klinkt toch allemaal heel droevig, vreselijk, zo'n functie. Maar goed, zijn er rampzalige dingen gisteren gebeurd? Ik weet het niet, ik wil het ook niet weten. Ik ga verder met mijn Winter Wonderland reviews. Ik ben een hele reeks filmreviews aan het doen. Van films die allemaal iets te maken hebben met kerst of winter of sneeuw, et cetera. En vandaag ga ik daar toch een klein beetje de trend doorbreken. Nou, vandaag ga ik me bezighouden met een nieuwjaarsfilm, te weten Poseidon. Oorspronkelijk was dit een film uit de jaren 70, de Poseidon Adventure. En het is een rampenfilm, een disaster movie. En in 2006 is daar een remake van gemaakt door Wolfgang Petersen. Laten we eens kijken waar de film over gaat. Hier staat: On New Year's Eve, the luxury ocean liner Poseidon capsizes after being swamped by a rogue wave. The survivors are left to fight for their lives as they attempt to escape the sinking ship. Het is een gigantisch cruiseschip. En uit het niets komt er een hele grote golf. En die smijt feitelijk die boot omver. Waardoor die boot op zijn kop op de bodem van de oceaan komt te liggen. Dat is pas echt een waardeloze oudejaarsavond, burgemeester Halsema. Dat je geen champagne mogen drinken en moeten werken, lijkt me vreselijk. Maar in een omgekeerd cruiseschip op de bodem van de oceaan. Dat lijkt mij erger. Anyway, we kunnen hier wat meer zien over de film. En hier zien we dat hij inderdaad een remake van de 1972 film is, de Poseidon Adventure. Maar daar had ik helemaal geen zin in om die te kijken. In het origineel zit Gene Hackman. Maar ik had zoiets van, ik heb geen zin om een oude film te kijken. Ik ga een moderne film kijken. Wat vond ik ervan? Ja, ik vond hem fantastisch leuk. Juist omdat het oudejaarsavond slash nieuwjaarsdag is. En omdat Richard Dreyfuss erin zit. En Richard Dreyfuss, deze meneer, die kan bij mij geen verkeerd doen. Dankzij Jaws en Close Encounters of the Third Kind. In alle twee die films vind ik hem helemaal fantastisch. De film Poseidon is gigantisch geflopt. Waarschijnlijk omdat iedereen een beetje moe begon te worden van rampenfilms. Wolfgang Petersen die heeft al eerder een lang rampenfilm gemaakt. Das Boot. Weer een film met een boot waar het helemaal mis mee gaat. Die is van hem. Dat is een Duitse film. Die duurt afschuwelijk lang en is extreem depressief. Deze film vond ik heel erg leuk. Dit vind ik de ideale nieuwjaarsdagfilm. Hey, mensen gaan allemaal op dat cruiseschip feesten en champagne drinken. 10, 9, 8, 7 en dan Happy New Year. Kwak. En dan komt die Rogue Wave. Ik raad deze film wel aan. Weet je, zo op nieuwjaarsdag dan voel ik me altijd een beetje brak. Niet zozeer van de alcohol, maar meer van vreselijk te laat naar bed. En veel te veel lawaai. Och, het was zo lawaaiig. Het was niet normaal. De katten helemaal overstuur. Die liggen alle twee op dit moment ergens onder te slapen.
Ons kind ging naar buiten. Dus die is buiten op stap geweest met haar vriendinnen. Ik ben binnen bij de kachel blijven zitten en heb de katten in de gaten gehouden. Maar ja, je moet wel wakker blijven natuurlijk. Je bent net als burgemeester Halsema, ook ik was in functie. Want dat kind komt nog thuis. Dus die was rondjes lopen met haar vriendinnen en proberen bij de verkeerde jongens uit de buurt te blijven. En dat is prachtig mooi gelukt. Maar goed, die kwam heel laat binnen. Echt pas 1 uur of zo. Misschien nog wel later. En toen hebben we nog even zitten kletsen. Dus voordat ik ging proberen te slapen, was het nou 1:30, 2 uur. Maar toen was het nog veel te lawaaiig. Het ging echt door tot 1:00 of 3:00. Ik denk dat ik misschien om 3:30 in slaap ben gevallen. En toen moest ik er vanmorgen vroeg uit, want ik wilde graag vers brood halen bij de bakker. Mijn bakker is gewoon open. En wat gezonde dingetjes bij de Albert Heijn. Mijn Albert Heijn is om 9 uur 's morgens open. Dus ik ben net terug. Ik ben helemaal verkleumd. En ik zit hier met mijn muts op, mijn sjaal om en mijn poncho aan. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga een rampenfilm kijken. Poseidon. Hier kunnen we wat fotootjes van de film zien. Kijk hier, hier zie je dat schip op zijn kop. En wat is het? Ja, het is gewoon proberen te ontsnappen uit dat schip. Het is een soort Die Hard, maar dan zonder terroristen en geweld. Het is klimmen door tunnels en et cetera, et cetera. En slechts een heel klein percentage van de mensen redt het uiteindelijk. Namelijk onze hoofdrolspelers. Nou, dit is mijn tip voor een hele tamme, hele brakke nieuwjaarsdag. En mevrouw de burgemeester, ik zou Poseidon gaan kijken. Zo'n vreselijk leuke disaster movie. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.